Het puikje van de Friese veefokkerij was samengebracht in Sneek om mee te dingen naar de hoogste titels tijdens de 12e productiekeuring van het Friese stamboekvee. Vooral het zogenaamde achterkwartier van het rund moet voor de jury representatief verschijnen. En daaraan wordt dan ook heel wat zorg besteed. Voor de keuring werden de dieren op een rij en op hun nummer gezet. De jury, die vooral op exterieur let, besteedt minutieuze aandacht aan elk detail. Zo'n dag gaat verder voorbij met kauwen en herkauwen. De collectiekeuring was in de rubriek achttallen niet eenvoudig, omdat alle inzendingen van zeer hoog gehalte waren. Er was nog een andere jury van 3 dames, die speciaal lette op de combinatie van dieren en begeleiders. Als algemeen kampioene kwam tenslotte uit de melkbus de al 13 maal eerder bekroonde Dekema Akke 5 van fokker de Jong uit Korte Zwaag.